Wat is de impact van jouw mentale gezondheid op jouw fysieke gezondheid en omgekeerd? Hey, welkom bij Reason to Heal. Mijn naam is Søren, ik ben masterstudent in de geneeskunde. De laatste tijd is mentale gezondheid in opmars. Het wordt vaak in de spotlight gezet. Meer en meer mensen beginnen te beseffen dat je mentale en fysieke gezondheid niet los kunt zien van elkaar. Ook in mijn opleiding kun je zien dat de laatste 10 jaar mentale gezondheid echt aan belang wint. Welke impact heeft jouw mentaal welzijn op jouw fysieke gezondheid? Stress en spierspanning. Hoofdpijn en rugpijn zijn een van de frequentste redenen waarom mensen naar de huisarts gaan. Toch is het niet altijd gemakkelijk om nu te zeggen, daaraan ligt het. Stress kan leiden tot spierspanning. En dit kan resulteren in de klachten van hoofdpijn en rugpijn. Dat is dan ook de reden waarom jouw arts waarschijnlijk je niet direct zal doorsturen naar een specialist. Want overdiagnose leidt tot meer ziekte. Daarover straks meer. Als je de klachten hebt van spierpijn, hoofdpijn of rugklachten, dan is het misschien wel leuk om eens een massage te krijgen van bijvoorbeeld je partner, want je moet jezelf vooral goed ontspannen. Punt 2. Stress verzwakt je immuunsysteem. Onderzoek toont aan dat langdurige stress kan leiden tot een onderdrukking van je immuunsysteem, wat op zijn beurt weer kan leiden tot meer ziekte en meer infecties. Maar hoe dan? Stress leidt tot de productie van het stresshormoon cortisol. En dat heeft een negatieve werking op je immuunsysteem. Soms schrijft een arts corticosteroïden voor. En dat is eigenlijk juist hetzelfde, maar dan in medicatievorm. Punt 3. Je emotioneel goed voelen en hartgezondheid. Hier ligt de oorzaak weer aan het stresshormoon cortisol. Cortisol zorgt ervoor dat je hart meer energie nodig heeft. Bovendien zorgt het er ook voor dat er meer vet en suiker uit je cellen in je bloedbaan komen. En dit kan zorgen dat je aderen dichtslibben. Daarom is het heel belangrijk dat je goed overweg kunt met je emoties. En de eerste stap daarvan begint bij het herkennen van je emoties. Als je weet welke emoties je voelt, kan je ze proberen omzetten in positieve energie. Even een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld boos word op jou en ik herken dat ik boos word, dan kan ik mezelf afzonderen en kan ik mezelf kalmeren. Dit zorgt ervoor dat mijn stress veel sneller gaat zakken en dat ik dus over het algemeen mijn hart gezonder hou. Punt 4. Het placebo-effect. Het werkt als volgt. Geloof jij dat een therapie werkt? Dan werkt die ook. Ook al is zelfs het effect ervan niet eens bewezen. Dit maakt soms wetenschappelijke studies heel moeilijk, maar het is wel een zeer mooi effect. Wist je dat je het placebo-effect zelfs kunt doorgeven van moeder op kind? Als de moeder gelooft dat de therapie werkt, dan kan dit kind dat oppikken en zal het kind ook geloven dat de therapie werkt. Ook al is het helemaal niet bewezen. Met andere woorden, het placebo-effect is tot op een bepaald niveau zelfs besmettelijk. Nocebo-effect. Dit is eigenlijk praktisch hetzelfde als placebo-effect, maar dan in de omgekeerde negatieve zin. Dit wil dus zeggen, als jij gelooft dat je ziek bent, dan voel je je ook ziek. Ik vergelijk het zo. Als je ziek in je bed ligt, dan kan je niet anders dan denken dat je ziek bent. Terwijl als je bijvoorbeeld tv kijkt of zo, dan verzet je je gedachten en voel je je op dat moment al veel minder ziek. Dit is dus direct ook een tip. Als je een beetje ziek bent, probeer je gedachten te verzetten. En nu komen we terug bij de zin. Overdiagnose leidt tot meer ziekte. Alright, we gaan terug naar rugpijn. Beeld even in, ik ben jouw huisarts. En jij komt naar mij voor rugpijn. Ik denk potentieel dat het iets super erg is en ik stuur jou direct door voor een röntgenfoto. Op die röntgenfoto zien we niet één, maar drie papegaaibekken. Dit moet wel de oorzaak zijn van jouw rugpijn, right? Nee, toch niet. Tot 79% van de mensen tussen 50 en 65 jaar tonen rugletsels op een röntgenfoto. Waaronder de overgrote meerderheid van deze mensen niet eens klachten heeft. Dus we kunnen niet zeggen, als wij een papegaaibek zien, dat dit de oorzaak zal zijn van het probleem. Met andere woorden, als ik die foto neem en ik vertel jou dat je daardoor ziek bent, maak ik jou dus meer ziek dan je bent. Ik duw jou als het ware in een ziekterol. Punt 5. Sociale steun en gezondheid. Ik heb dit puntje erin gestoken omdat ik wil benadrukken dat je mentale gezondheid niet afhangt van jou alleen, maar dat hangt af van jouw vrienden, familie en jouw totale omgeving. Deze mensen kunnen ervoor mooie momenten zorgen, een luisterend oor zijn bij moeilijke periodes en een hart onder de riem steken. Met andere woorden, steek dus wat tijd in deze relaties, want ze kunnen je echt helpen bij moeilijke momenten. Nu omgekeerd, de impact van fysieke gezondheid op je mentaal welzijn. Voor we eraan beginnen, wil ik even vragen om te liken en te abonneren als je deze video al leuk vindt. In de research naar deze video kwam ik erachter dat je eindeloos veel effecten hebt van je mentale gezondheid op je fysieke gezondheid en omgekeerd. Ik heb geprobeerd om de leukste eruit te halen.
Punt 1. Hormonale balans en je emotionele stabiliteit. De vrouwen onder jullie zullen dit waarschijnlijk het meest herkennen. Hormonen bepalen in grote mate je emoties, rechtstreeks of onrechtstreeks. Als een vrouw haar regels heeft, dan kan zij heel veel mood swings hebben. Dit komt dus door deze hormonen. Bovendien kunnen regels ook heel veel pijn doen en dat helpt natuurlijk ook niet op je mentale gezondheid. Daarnaast zijn er ook hormoonstoornissen die kunnen zorgen voor depressieve klachten. Denk maar aan vitamine D-tekort. Veel mensen in de winter lijden hieraan en dit kan echt leiden totdat je moe voelt en depressieve klachten. Punt 2. Chronische ziekte en depressie. Bij langdurig ziek zijn denken we bijvoorbeeld aan diabetes, lage rugpijn, longproblemen en zo verder. Niet alleen ben je chronisch ziek, deze ziektes hebben ook nog eens een zware emotionele last. Want deze mensen weten dat ze nooit meer 100% zullen genezen. Dit houdt dus ook in dat ze bepaalde zaken niet meer zullen kunnen. Ik zeg maar iets, een horrorfilm kijken of in een achtbaan springen als je hartproblemen hebt. Daarnaast voelen deze patiënten zich vaak onbegrepen door anderen en zelfs soms door zorgpersoneel. Vaak nemen deze mensen ook nog eens zware medicatie die als bijwerkingen depressieve klachten kan hebben. Punt 3. Slaapkwaliteit en stress. Je lichaam heeft slaap nodig om zich te resetten. Als je dus te weinig slaapt, dan gaat je lichaam in een soort van overlevingsmodus. Deze overlevingsmodus houdt in dat je weer het stresshormoon cortisol zal aanmaken, waar we het dus al eerder over gehad hebben. Met andere woorden, stress kan niet alleen je fysieke gezondheid verslechteren, ook omgekeerd. Fysieke gezondheid kan ook stress veroorzaken. Punt 4. Beweging en humeur. Regelmatige lichaamsbeweging kan je stemming verbeteren. Dit omdat sporten de aanmaak van endorfines stimuleert. Deze stofjes zorgen voor een gelukzalig gevoel. Het kan zijn dat je op het moment van het sporten zelf het niet zo leuk vindt, maar ik kan je garanderen, nadien zal je zeker goed voelen. Toch blijf ik erbij, zoek een sport die je echt leuk vindt, ook op het moment zelf. Daarnaast krijg je van sporten ook meer zelfvertrouwen, omdat je trots bent dat je deze sportprestatie hebt bereikt. Punt 5. Sociale interactie en fysieke gezondheid. Fysieke gezondheid kan je sociaal leven bevorderen. Dit doordat je bijvoorbeeld in een sportclub zit en omgaat met mensen met dezelfde interesses. Zo heb je dus meer kans om vrienden te maken. Ook doordat je meer zelfvertrouwen hebt door het sporten, ben je meer geneigd om naar evenementen zoals festivals, feestjes of andere hobby's te gaan doen. Want je sociale leven zorgt voor je mentaal welzijn en een gevoel van verbondenheid. Als laatste wil ik nog een warme oproep doen. Maak de grens om hulp te zoeken zo klein mogelijk. Voel je al even niet goed? Zoek dan zeker hulp, want het is veel gemakkelijker om je mentale problemen op te lossen als ze nog klein zijn. Laat ze dus niet liggen. Zoals ik al zei, een groot deel van je fysieke en mentale gezondheid hangt af van genoeg slapen. En daar heb ik een hele video over gemaakt. Kijk die hier.